We zijn in het dorp van de Allefoeren. En de Allefoeren zijn de oorspronkelijke bewoners van de Molukken. Maar zij leven nog op de traditionele manier. Zij geloven nog in dat alles een geest heeft. En daardoor hebben ze hun eigen godsdienst. En het zijn de oorspronkelijke koppensnellers. Dus vroeger, als je hier als bezoeker kwam, dan hakte ze je hoofd eraf. Ter bescherming. Ze aten je niet op, maar ze hakten je hoofd eraf. Bewaarde die en hingen die aan het dorpsgebouw. Ter bescherming. Dat mag sinds 40 jaar niet meer, dus dat doen ze ook niet meer. Maar ze hebben nog een vrij traditionele manier van leven. Ze leven van de jungle. Ze koken met bamboe, kip en alle andere en verschillende groentes daarin. En ze leven eigenlijk nog vrij traditioneel. Ze jagen ook nog echt met pijl en boog. En die pijlen en bogen die zijn giftig, of in ieder geval die pijl is giftig. En als je die aanraakt, dan schijn je gelijk de dood van te gaan, omdat het van giftig bamboe is. Hoeverre dat waar is, dat weet ik zelf niet, maar het is leuk om in ieder geval te vertellen. Als je in de Molukken bent en in de buurt van Sawai, dan is een bezoek aan de Allefoeren zeker een aanrader. De oorspronkelijke bevolking van de Molukken.